benen op kop. Hensen publiek gelooft er nog altijd in, natuurlijk. De benen gaan van de kop. Ja, oh, aanval. Het moment, ja, aanval van zeker, de... goed gezien. Het moment dat de Deen terug wou inpikken. Nog vier ronden, daar gaat Kloegen. Maar de reactie. De reactie komt. De reactie is getekend Morkov. Morkov sluipt wat dichter. Nog drie ronden. Drie ronden. De wissel komt eraan. Keijsen wordt in de baan geworpen. Rasmussen, de snelle Rasmussen, zit bijna in het wiel. Kan Keijsen dit volhouden? Dit wordt heel lastig, maar in zijn typische stijl zoekt hij het ruime sop. Laatste ronde. Laatste ronde. Maar Rasmussen komt opzetten. Rasmussen heeft het wiel van Keijsen bijna te pakken. Het is een nek aan nek. Het is superspannend. Het is Keijsen. Ja, het is nog een ronde. Het is nog een ronde, natuurlijk. Niet wissen. En daar komt Rasmussen. En dan wordt het bijzonder lastig voor Iljo Keijsen. Schouder aan schouder. En de overwinning is voor de Denen. Keijsen wordt tweede en de ontgoocheling is voelbaar in het Kuipke. Maar de Deense wereldkampioenen bleken te sterk, te rap, te vlug. Zij verzilveren hun talent. De regerende wereldkampioenen vloeren Iljo Keijsen voor eigen publiek. Rasmussen was te rap, kat te rap. Hij wint samen met Michael Morkov de zesdaagse van Gent. De Rasmussen is een van de snelste coureurs op de piste. Ja, in een sprint man tegen man is dat voor mij enorm moeilijk. Dus we hebben geprobeerd van weg te rijden, maar we houden te lang. Of een paar meer punten sprokkelen in de loop van de week. Maar ik denk dat we ons eigenlijk niks te verwijten hebben. We hebben dan wel wat gekomen. Net niet, helaas. Iljo Keijsen moet zich reppen naar het podium. Het podium waar ondertussen al de nummers 3 staan. Rizzi en Marfouli. Kloegen, felicitaties.